Dames en heren, vandaag staat u stil bij het 15-jarig bestaan van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Een van de vragen die we ons kunnen stellen is: wat heeft dit keurmerk betekend voor de veiligheid van Nederland? Zonder te overdrijven kunnen we vaststellen dat Nederland veiliger is geworden, mede dankzij het politiekeurmerk. De cijfers spreken voor zich. Het aantal inbraken in Nederland daalde sinds het begin van de jaren 90 van ongeveer 120.000 naar 80.000 in 2009. Ik kan me nog herinneren uit mijn eerste periode als minister van Justitie dat het aantal woninginbraken begin jaren 90 een groot probleem was. In sommige gemeenten steeg het aantal inbraken met 25% in één jaar. Het politiekeurmerk heeft op twee manieren een bijdrage geleverd aan de toegenomen woningveiligheid. Ten eerste wordt in de woningbouw veel meer rekening gehouden met veiligheid. Dankzij het keurmerk zijn in 1999 al veel woningeisen opgenomen in het bouwbesluit. Nieuwbouwwoningen zijn daardoor veiliger geworden. Ten tweede zijn de mensen zich meer bewust geworden van hun eigen verantwoordelijkheid. Ze weten beter wat ze zelf kunnen bijdragen aan een veiliger woning en wijk. Dat laatste is cruciaal. Zeker de overheid, dat wil zeggen politie, justitie, gemeente en partners, levert een belangrijke bijdrage aan een veiliger Nederland. Denk bijvoorbeeld aan meer blauw op straat of het toepassen van snelrecht voor bepaalde categorieën daders, zoals veelplegers. Of aan de persoonsgerichte aanpak, waarmee we een stevige preventieve component combineren met een repressieve reactie. Uiteraard goed afgestemd op de persoonlijke problematiek van de dader. Daarmee hebben we de laatste jaren goede resultaten gehaald. Toch, en ik kan dit niet vaak genoeg benadrukken, is dit slechts een deel van de oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland echt veiliger wordt als de mensen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun directe omgeving en zelf initiatief nemen. Het is een taak van de overheid om mensen te stimuleren in beweging te komen en ze daarbij te helpen. Zeker in tijden van financiële krapte zal dat beroep op eigen verantwoordelijkheid alleen maar groter worden. Valt er dan niets te verbeteren? Jazeker wel. Bij nieuwbouwprojecten kunnen de partijen nog beter samenwerken om rekening te houden met veiligheidseisen. Gemeenten kunnen nog steviger de regierol in handen nemen en niet alleen in actie komen als de statistieken daartoe aanleiding geven. Veel gemeenten doen dit al, maar nog lang niet allemaal. Niettemin is de balans na 15 jaar positief. Nederland is veiliger en dat begint bij een veiliger woning. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. En ik roep u op, uw inzet voor een veiliger Nederland blijft hard nodig.